2017. What a year, boys. Dat is waarschijnlijk een van de speciaalste jaren dat ik tot nu toe heb meegemaakt. En er is zoveel shit gebeurd, maar we moeten beginnen bij het grootste. En dat is ook het langste geleden. Dat is echt het begin van 2017. We spoelen even terug. 2017. Het jaar waarin ik niet meer naar school ben gegaan. Het is 2:15. En ja, ik weet niet precies waar gaat gebeuren. Maar het ziet er niet zo rooskleurig uit, snappen jullie? Het is niet dat ik naar school ga om een Nobelprijs op te halen of zo. Het jaar waarin ik van school gestuurd ben en eigenlijk niet meer terug ben gegaan. Het is gebeurd. Ik ben van school afgestuurd. Van school afgestuurd worden. Ja, die kan ik ook van mijn bucketlist halen. Dag school. Het was leuk. Toen ik de waarom 2017 sowieso slecht gaat zijn video gemaakt heb, wist ik nog niet dat ik niet meer terug naar school ging gaan en dat die al die shit ging gebeuren. Na de kerstvakantie van vorig jaar ging ik terug naar school en toen kreeg ik dus te horen van hey, we hebben liever dat je niet meer terugkomt naar deze school en dat je een andere school gaat zoeken. Dat kwam heel raar en fucked up aan bij mij, terwijl dat eigenlijk al heel de tijd mijn fucking droom was. Pijnlijke dag. Er komen pijnlijkere dagen aan, maar kijk. Op de momenten dat je het kutst hebt in je leven en moet je strijden. En als je er deftig uit kan komen en als je er goed uit kan komen. En als je er als echte fucking, weet ik veel, Spartacus uit kan komen, dan ben je nog harder. Dus ik denk dat dit de grootste uitdaging is die ik ooit heb gehad in mijn leven, wat ik nu moet doen. In 2016 gingen bijna al mijn video's over hoe fucked up het ging bij mij op school. Over hoe zwaar ik al mijn examens aan het verneuken was en over hoe zwaar ik heel mijn schoolsituatie aan het verneuken was. En dan opeens, na de vakantie, word ik gewoon van school gestuurd. Ik bedoel, de normale kinderen zoeken dan een nieuwe school, dan gaan opnieuw naar school, zodat je toch diploma hebt. Maar ik, die al heel het jaar gewoon echt fucking aan het struggelen was en eigenlijk echt niet meer naar school wou, zag dat dan eigenlijk meer als een kans. En ik heb er dus voor gekozen om niet meer terug naar school te gaan. En nu, een jaar later, ben ik gewoon een jaar schoolloos. Ja, het is een beetje strafbaar dat is in België. Maar oké, we gaan daar niet over praten. Ik was van school gestuurd en ik heb daar een video over gemaakt. Die heeft bijna 500.000 views. Dan ben ik van school gestuurd. En dan had ik geen school meer en dan kon ik eigenlijk gewoon elke dag een video maken en dat was eigenlijk gewoon het perfecte in mijn hoofd. Gewoon elke dag wakker worden, een video maken, chillen, slapen. Dat klinkt als het perfecte, snap je? Maar dat is zo perfect dat zo'n jongen van mijn leeftijd daar echt niet mee om kan. Op het moment dat ik van school gestuurd was en dat ik echt dacht van yo, dit is fucked. Heel mijn leven is helemaal gefokt. Mijn ouders gaan echt super boos zijn. Iedereen die ik ken gaat echt heel veel dingen aan mij gooien van je bent echt achterlijke mongool dat je van school bent gestuurd. Je bent net van school veranderd en je bent nu al van school gestuurd. En dat was inderdaad gewoon de situatie. Het was heel kut, het was niet zo chill. In het begin ging alles goed, bedoel. De eerste twee maanden ik uploadde bijna elke dag. Ik stond fucking vroeg op om elke dag een video te maken. Ik ging naar Nederland, ik ging daar video's gaan maken. Ik deed niks anders, gewoon YouTube was echt mijn leven. Maar snap je? Dan wordt het mooier weer. En dan heb jij geen druk. Dan moet ik niet vroeg opstaan om naar school te gaan. Dus dan dacht ik bij mezelf, why the fuck zou ik eigenlijk vroeg opstaan? En dan ben ik gewoon ineens niet meer vroeg beginnen opstaan. En dan ben ik, ja, wakker gebleven tot fucking s'nachts. En dan ging ik elke fucking dag gaan slapen om weet ik veel 4 uur. En dan werd ik wakker om 1 uur 's middags. En dan moest ik een video maken. En dan was die video gemaakt. En dat was de avond. En dat was mijn dag gedaan. En dat waren mijn dagen in het begin van de lente van 2017. En toen opeens werd ik verliefd. En toen kreeg ik een vriendin. En toen ging YouTube af. Toen had ik ineens geen tijd meer om video's te maken. Terwijl dit de reden was waarom ik gestopt was met school of zo. En dan, ja, dat was fucked. Dan heb ik een heel raar dipje gezet op YouTube rond april. Waarin ik gewoon niet meer uploadde en gestopt was of zo. En ik had geen zin meer om YouTube-video's te maken. En ik was zo ergens vergeten in mijn hoofd van hey, ik ben gestopt met school. Als ik geen video's ga maken, dan heb ik geen geld. Waarom steel je... Zo kan ik het eigenlijk. Waarom steel je geen golfkarretjes op een meeting? Waarom? Ik weet het eigenlijk zelf ook niet, maar oké. Nice. Mijn statief is nog altijd kapot, dus ik weet nooit of die recht staat of niet. Hey, hallo mensen, waarom heb ik een jas aangenomen? Dus, enkele dagen geleden was het wiet, zo, meeting. Wow. Dan eind april, begin mei, ben ik gewoon terug beginnen uploaden en ben ik fucking hard gegaan. En toen ben ik eigenlijk weer beginnen uploaden, maar ik heb eigenlijk dus 4 maanden verneukt van die spatie die ik mezelf had gegeven. En ja, dat vind ik wel kut. Maar ik bedoel, we hebben weer alles goed opgenomen en zo heb ik van 2017 dan toch vanaf dan er iets van gemaakt. Maar in het begin... Snap je, als je te veel vrijheid krijgt als een 17-jarige guy, dan verneuk je het sowieso. Neem dat van mij aan. Als jij heel graag wil stoppen met school en iets anders wil doen. Ik zag het je, het is zo
fucking nice, dat te nice is, en dan word je te lui en dan doe je geen fuck meer. Dan heb je wat ik krijg en dan word je lui en dan weet je niet echt wat de fuck die aan het doen bent. We move een beetje door naar de zomer. In de zomer was alles uit. Ook al hadden mijn vrienden dan allemaal ook vakantie, was het heel moeilijk om dan te uploaden, want ik deed hele dagen niks en mijn vrienden ook niet, dus ik moest dan een beetje zien wat ik deed en dan ging ik heel veel naar buiten en dan ging ik heel veel gaan chillen. En ja, toen zat ik eigenlijk weer in hetzelfde puntje als ervoor. Ik ging zoveel gaan chillen dat ik geen tijd meer had om video's te maken. En dat is zo belachelijk als ik mezelf dat hoor zeggen. Dat klinkt echt fucking belachelijk. Hoe kan het dat ik geen tijd had om video's te maken terwijl... Ja, fucked up. Dus dan upload ik wel in de zomer. Maar niet echt veel. En niet genoeg naar mijn eigen wet. En ik uploadde niet genoeg. En toen dacht ik van, we gaan iets veranderen. Dan heb ik ervoor gekozen om de grootste fucking beslissing ooit te maken. Misschien nog groter dan die om niet terug naar school te gaan. Dan heb ik de beslissing gemaakt om... mijn fucking haar af te scheren. Ik ga kaal. Niet kaal, ik ga zo een brusje doen, snap je? Het is tijd om het te doen. Maar eerst ga ik mijn snor afscheren, want ik weet niet wat dat is. Be right back. Ik weet niet wanneer ik deze video online heb gezet, maar... It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Big sad. Hij hoort. Gewoon shave. Gewoon shaven! Verruip mijn haarlijn niet, alsjeblieft. Oh, te ver. Ja, want als je schuin erover gaat, dan pak je meer mee. Hè. Ik ga niet liggen hoor, ik vind het echt fucking vet. Ik vind het echt, het is zo nice. Ik kan opstaan, ik moet niet meer douchen. Ik heb geen slechte harendagen meer. Ik heb geen kakje meer. Dit is ook echt mijn YouTube carrière en dit is ook echt de reden waarom ik bekend ben geworden. Dat hier zit al mijn inspiratie in. Ik bedoel, het is al goed terug. Jullie kunnen zeggen wat jullie willen, mijn haar is al mooi teruggegroeid. Maar ik had dus wel gewoon fucking al mijn haar afgeschoren en ik was zo kaal als iets. Ik weet niet op wat ik lijk, maar mijn hoofd was gewoon een schedel. En dat was het, met een heel klein beetje haar. Dan mijn vriendin die is weggegaan bij mij. Ik weet het ook niet. Ik weet ook niet hoe het kan. Maar ze is gewoon bij mij gebleven. Real love, boys. Real fucking love. Wat vind je van mijn nieuwe haar? Stop! Wat moet ik doen bij jou? Ben je niet blij met mijn nieuwe haar? Jawel. Nee, maar ik snap... Ik ben gewoon blij met jou. Haar is niet zo belangrijk. Heel veel mensen wisten niet dat ik een vriendin had, maar... Blijkbaar wel. Jullie zijn blind als je dat niet doorhebt. Kijk hoe mooi dat is. What the fuck? Ik was fucking lelijk. Ze is gewoon niet eens weggegaan bij mij. Ik had er dus voor gekozen om kaal te gaan. En ik wist dat dat gewoon een hele grote klap zou zijn. Heel veel mensen hun gezicht. Want what the fuck? Waar de fuck is die bol haar? Hij is aan het terugkomen. Voor de mensen die het missen, het is aan het terugkomen. Het komt terug. En dan was ik kaal. En dan dacht ik van, dit wordt een nieuw hoofdstuk op YouTube. En nu ga ik gewoon grinden. Toen ben ik beginnen grinden. En toen ben ik eigenlijk niet meer gestopt tot nu. En wow, dat was hard. Mijn haar begon terug te groeien. Dan ben ik nog eens naar de kapper gegaan. Dan was ik weer fucking kaal. Ik weet ook niet waarom ik dat gedaan had. Ik bedoel, what the fuck? Dan heb ik even een snor laten staan op mijn gezicht. What the fuck? Er is nog één iets wat ik niet heb gedaan vandaag. Ik ga niet zeggen wat, jullie weten wat is. Ik, ik ruik naar zweet. Het grootste probleem dan was gewoon de hype. Elke YouTuber krijgt fucking veel views omdat je inspeelt op een hype. Maar ik wou niet echt op die hypes inspelen omdat die hypes zo fucking gay waren. Dus ik deed het niet en opeens had ik geen views meer. En ik meen het, in al de tijd die ik YouTube doe, ging het zo. En ging de views zo en de subs zo en opeens... Ging het zo. Terwijl ik wel nog fucking veel moeite deed voor YouTube, maar het ging zo. En toen kwamen we in augustus en september en het bleef zo gaan en ik begon echt pijn te krijgen aan mijn hart. En ik dacht van, what the fuck doe ik verkeerd? Ik upload veel, ik doe het graag. Ik probeer alles nice te doen en dan zag YouTube van, kijk, ace it. Kijk. Bah! Dan leg ik daar, hè. Dan leg ik daar op de grond. Fuck. Weet je hoe ik me voel? Ik heb fucking veel geleerd voor een wiskunde-examen, maar echt fucking veel. En ik kom toe op dat examen en ik krijg het en ik, what the fuck. Ik herken gewoon niks. Zo voel ik mij. Al 2 maanden. En ik ga niet eens naar school. Maar ik groei niet. Ik what the fuck. En ik verdiende wel geld en zo. En ik kreeg lekkere views. Maar het ging niet meer zo. Het ging zo. En het ging soms eens zo. En een beetje zo. En het ging niet meer echt omhoog zoals het ging. En toen opeens zag ik heel veel comments van mensen die zeiden van, hey, waar de fuck is de oude ACID? Waar is de oude ACID gebleven? Wat gebeurt er allemaal? En toen, toen had ik het door. Toen wist ik waar allemaal aan het gebeuren was. Ging de oude ACID terug? Waar is de oude ACID? Wij willen de oude fucking ACID terug. Wat is er een mis met die nieuwe ACID? Every hour we spend together lives within my heart.
Bij mij komt alles fucking achter. Ik bedoel, ik ben 18 en ik heb nog geen beetje haar op mijn borst. Ik heb nog amper lichaamsbeharing, echt bijna nergens. Ik denk dat het wel duidelijk is voor heel veel mensen dat ik gewoon een beetje achterkom. Vlak van puberteit of zo. En ik begon deze zomer en in september en in oktober gewoon heel veel te veranderen. En ik begon ouder te worden en ik begon dan toch ineens een puber te worden. En zo alles te veranderen in mijn hoofd. En zo helemaal anders te worden. Waardoor ik helemaal anders aan het worden was op YouTube. Maar ik kon mij niet echt aanpassen, want ik dacht van, je kan je niet zo makkelijk veranderen op YouTube. Dat is niet makkelijk. Je kan je persoonlijkheid op YouTube niet zomaar veranderen. Als je daar bekend mee bent geworden, dan kan je niet zo makkelijk mee veranderen met alles. Dus ik moest eigenlijk gewoon iets blijven op YouTube wat ik niet was. En dat was fucking gay. Maar dat had ik niet echt door. Want ik bedoel, video's maken is iets wat ik fucking nice vind. En dan is het super moeilijk om jezelf te blijven als je niet echt jezelf bent in je video's. Maar dat had ik niet door. Dat wist ik niet. Ik wist niet wat de fuck er schelde. En op een bepaald moment had ik gewoon min 45 subs op een hele maand. Kunnen jullie dat even? Bedenk dat even, ja. Ik had min 45 subs en dat was mijn groei van de maand oktober. Als je YouTuber bent of jij doet ook iets wat je heel leuk vindt en je vindt het heel leuk om te doen en alles gaat goed, maar op een bepaald moment word je niet meer beter en je doet wel fucking hard je best, maar het lukt gewoon niet om meer te geven, dan is dat fucked up, want je weet zelf dan ook niet wat het probleem is. Je doet fucking hard je best, je doet echt, je slaapt amper omdat je zo hard je best doet en dan krijg je alleen maar negatieve shit over je en dan denk je echt, wat de fuck gebeurt er hier allemaal? Is dit? Maar op een bepaald moment heb je door dat het echt gewoon volledig aan jezelf ligt. En dat je eigenlijk gewoon iets aan het doen bent waar je jezelf niet volledig goed bij voelt. Maar het is wel goed. Mensen accepteren het niet meer hoe dat ik ben als vroeger. Want het lukt niet. Ik ben niet meer dezelfde persoon als een jaar geleden. Dus ik moet ook niet proberen dat te doen. Ik moet gewoon echt zijn wie de fuck dat ik nu ben. En gewoon mij veranderen. En dat ben ik beginnen doen. En ik ben gewoon sinds 2 maanden geleden echt beginnen uploaden wat ik wou uploaden. En als jullie een video willen waar het echt begonnen is, dan moet je beginnen bij de Snap King Snap Killed Diss Track video. Daar is alles, alles veranderd. Het moet nu. Het moet nu. Vanaf daar ben ik echt gewoon beginnen uploaden wat ik zelf wou. En oké, er waren meestal video's waarin ik mensen volledig uit de kanker schold. En echt mijn mening zei over dingen. Omdat dat echt was wat ik wou doen. Ik wou mijn mening geven over dingen waar ik mij fucking hard aan storen. Dat ik geen video's maak over dingen waarvan ik dacht, hey, dit is echt gay. Snappen jullie een beetje waar ik naartoe wil gaan? Of zitten jullie volledig op een andere lijn? En vanaf dan ben ik mij beginnen smijten. En dat is jammer, want dat was in de laatste 4 maanden van 2017. En vanaf daar is alles gewoon weer zo gegaan. En nu ben ik gewoon weer fucking blij. Stel het eens, wat is er gebeurd? Wat ben ik verloren? Zo'n fijn trouwring. Ja, ik ben mijn Versace ring verloren omdat ik... Ik weet het niet. Als er iets fucked up gebeurt met iets wat jij aan het doen bent, dan moet je de reden daarvan niet gaan zoeken bij andere mensen of andere dingen of de schuld gaan steken bij andere mensen. Want ik stak het zo op een bepaald moment op mijn ouders en zo, dat zij niet genoeg achter mij stonden. En ik stak het op mijn vrienden en ik stak het op allemaal andere shit. Maar je moet niet ver zoeken. Je moet nooit ver zoeken in zo'n situatie. Het ligt gewoon aan jezelf. Als er iets fucked up is, dan moet je gewoon bij jezelf zoeken van what the fuck gebeurt er allemaal? Wat doe ik verkeerd? Het makkelijkste is de schuld op iemand anders steken, want dan blame je jezelf niet echt. Maar als je jezelf blamet voor iets, dan moet je jezelf veranderen voor iets wat je zelf doet. En dat is fucking moeilijk. Dat is echt een van de moeilijkste dingen dat ik heb gedaan dit jaar. Gewoon accepteren dat je niet hetzelfde bent elk jaar. Accepteren hoeveel dat je verandert elk jaar. En dat is zo moeilijk. En vooral op YouTube is het zo moeilijk. 2017 is nog niet gedaan. Echt nog verre van gedaan. Want er komen nog heel veel video's om 2017 echt op te blazen en af te sluiten met vuurwerk. Er komen morgen en de dag daarna en op nieuwjaar waarschijnlijk ook, komen er vuurwerkvideo's aan die ik samen met Ryan ga maken, zoals we 2 jaar geleden ook deden. Het wordt erover, snap je? Echt, ik heb er geen woorden voor wat de fuck er allemaal gaat gebeuren. We hebben 2 jaar geleden ook het jaar afgesloten met vuurwerk. Dit jaar gaan we gewoon weer samen gekke vuurwerkvideo's maken en allemaal domme shit doen. Echt, ik denk dat ik opgepakt ga worden nog voor 2018 of zo door de politie. En ik nog een nacht in een cel ga slapen of zo. Maar dat maakt allemaal niet uit, snap je? Dat staat nog op mijn bucketlist en shit. Dus dat zou nice zijn als dat gebeurt. En voor de rest denk ik wel dat het een leuk jaar was op YouTube. Ik heb me op het einde van het jaar meer bewijzen dan in het begin. Ik hoop dat jullie een leuk jaar hebben gehad. Ik vond het tof. Het was vet. Tot de volgende keer. Morgen mijn vuurwerkvideo's. Overmorgen mijn vuurwerkvideo's. Dan gaan we nieuwjaar vieren. Helemaal naar de kanker, boys. Woe!